In het Courtyard bij Marriott Hotel heeft vanmorgen de media lounge plaats gehad van de nationale bewustwordingscampagne Suriname gedeeld of verdeeld, autonomie binnen de grenzen. De media lounge had tot doel om middels een workshop de journalisten meer diepgang te geven in het internationaal vonnis dat de staat Suriname dwingt tot uitvoering van een uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Het vonnis is uitgesproken op 25 november 2015. De inheemsen zijn in het gelijk gesteld door het Inter-Amerikaans Hof in hun eis om respect voor hun rechten. Ook dat zij met hun tradities, cultuur en eigen taal kunnen blijven leven in hun eigen erkende woongebieden. De rechtszaak is aangespannen door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, FITS. Het algemeen doel van de bewustwordingscampagne is de wettelijke erkenning, bevordering en bescherming van de rechten van inheemse volkeren, zegt Lorraine Jubitana, directeur van het bureau van de FITS. Kortom, de rechten van inheemse volken zijn internationaal erkend. En dat blijkt ook uit de gerechtelijke vonnissen die tegen Suriname zijn uitgesproken. Onder andere het Samaka-vonnis uit 2007 en het recente Kalinja en Lokono-vonnis, waarover u straks meer informatie zult krijgen. Deze rechten zijn in Suriname echter nog niet in de wetgeving verwerkt. Bijvoorbeeld het recht op zelfbeschikking van inheemse volken, onze collectieve grondrechten, ons traditioneel gezag, ons recht op inspraak in besluiten die op ons van invloed zijn, bijvoorbeeld als de overheid een groot project in inheems gebied zou willen beginnen of daar een concessie zou willen uitgeven. Dit hiaat in de wetgeving zorgt ervoor dat inheemse volken in Suriname in onzekerheid leven, geen rechtsbescherming genieten en dat deel van onze rechten ons ontzegd wordt. Schending van onze mensenrechten dus. Met als gevolg allerlei conflicten, discriminatie en een zorgwekkende sociaal-economische achterstandspositie van de inheemsen in Suriname. Het is duidelijk dat de erkenning van de rechten van inheemse volken in Suriname daarom dringend aanpak behoeft. FITS-directeur Jubitana ziet graag dat de overheid en de inheemsen in gezamenlijk overleg een effectief mechanisme instellen voor de uitvoering van het recente vonnis. Het ontwikkelen van voorstellen en uitvoeringsplannen voor elk van de genoemde punten in het vonnis. Dus voorstellen en uitvoeringsplannen over onder andere het wettelijk erkennen van de collectieve grondrechten, de collectieve rechtspersoonlijkheid, demarcatie van inheemse grondgebieden, teruggeven van reeds uitgegeven gronden in inheems gebied, teruggeven van natuurreservaten en instellen van een ontwikkelingsfonds. En een continu voorlichtingscampagne naar de Surinaamse samenleving toe en in het bijzonder naar inheemse gemeenschappen, om ze zo op de hoogte van en betrokken te houden bij de vorderingen van de uitvoering van het vonnis. We zijn heel lang onderweg geweest. Heel lang om dit vandaag te hebben, op dit moment te hebben, een historisch moment. We mochten een lange traject doen met een heel goede voorbereiding. Een voorbereiding eeuwen vanaf 1492, van 524 jaar geleden koloniale tijd en 40 jaar onafhankelijkheid. Dus het is een heel lange traject geweest. En die goede voorbereiding van ons allemaal heeft vandaag een proces, een vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten in onze voordeel uitgesproken. Ricardo Pané, dorpskapitein van Lange Mankondre, tevens voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden. Daarvoor Lorraine Jubitana, zij is directeur van het bureau van de FITS. Ze spraken vanmorgen in verband met de media lounge van de bewustwordingscampagne voor erkenning van de rechten van de inheemsen in Suriname.